Het is zaterdag 4 februari 2017. En net als elk jaar is er weer een nationaal jeugdfestival in het Bastion te Schoonhoven. Nou, wat het precies inhoudt, ga ik samen met Herjan Ricoert bespreken, die naast me staat. Goedemorgen. Ik heb even een vraag. Voor de hoeveelste keer is het eigenlijk dat Nationaal Jeugdfestival? Het is het 24e jaar dat we dit organiseren. En eigenlijk al vanuit steeds hetzelfde principe dat de jeugd centraal staat en muziek mag maken voor een professionele jury. En die professionele jury, waar komt die eigenlijk vandaan? Die komt eigenlijk uit heel Nederland. We hebben iemand nu hier heel dichtbij vandaan, uit Groot-Ammers, maar ook iemand uit de richting van Groningen. Dus we hebben een heel diverse jury en jaarlijks hebben we eigenlijk altijd één vaste jury die er vorig jaar ook heeft gezeten en een nieuwe, zodat we eigenlijk een hele mooie roulatie hebben. Oké, en hoe lang doe je eigenlijk over die voorbereiding van zo'n festival? Want ik neem aan, je moet verenigingen aanschrijven. En ik begrijp dat het voor HVBRA-verenigingen zijn. Ja, kun je misschien voor de kijkers uitleggen, wat zijn nou HVBRA-verenigingen? HVBRA-verenigingen zijn de Harmonie, Fanfare en Brassband. Dus eigenlijk alle type orkesten die kunnen hier komen spelen. En daar zoeken ze eigenlijk uiteindelijk ook de jury weer op uit. Dat ze verstand hebben van allerlei type orkesten. Zodat ze ook alle de diverse geluiden van de instrumenten goed kunnen horen. En de verschillen in articulatie en speelwijze ook kunnen herkennen. Nu is het een jeugdfestival. In wat voor leeftijdscategorie zitten deze verenigingen dan? Nou ja, het zegt het al een beetje, de jeugd staat centraal, maar uiteindelijk worden er veel bands ook al wel weer aangevuld door leden van oudere generaties, van oudere leeftijden. Zodat de jonge kinderen zich eigenlijk op kunnen trekken aan de oudere leden, zodat het niveau ook weer omhoog gaat. En vaak is het een opstap naar een professionelere band binnen de vereniging. Hoeveel verenigingen doen er dit jaar mee? Dit jaar 11 verenigingen en die verschillen van 10 tot aan 45 muzikanten, dus dat is heel divers. Moet ik dan denken aan de regio verenigingen of komen ze eigenlijk uit heel Nederland? We hebben ze veelal ook uit de regio, maar we hebben ook dit jaar ook weer bands uit Castricum, Almere en uit Friesland. Dus ze komen eigenlijk toch wel her en der uit het land vandaan. Dus. Zeker. Nou, noemen jullie het Nationaal Jeugdfestival. Zijn jullie de enige die hier een festival van maken of zijn er nog meer van deze festivals in Nederland? Nou, toen we ooit begonnen zijn, waren we een van de eerste. Maar door de jaren heen zie je ook wel meer dat er steeds meer aanbod komt, ook op andere tijden, op andere plaatsen gedurende het jaar. Dus in die zin stijgt de concurrentie voor festivals wel. Maar ja, hoe meer stimulatie er is jaarlijks, hoe beter, denk ik, voor zowel de muziek in het algemeen. Nou heb ik begrepen, een beetje vanuit de vakbladen in de HVBRA-wereld, dat eigenlijk die festivals lopen een heel klein beetje terug. Merken jullie er eigenlijk ook wat van bij de jeugdfestival? Als we eerlijk zijn wel. Gewoon puur om het feit dus dat er meer aanbod is. Maar het aantal kinderen dat muziek speelt, dat neemt ook af. Dat zie je ook in het nieuws dus terug. Vroeger werden wij gestimuleerd vanuit school om muziek te gaan spelen en dat is nu veel minder. Dus je ziet gewoon dat het aantal leden afneemt. Dus ook het aantal orkesten die even deel kunnen nemen. En ik denk tot 4 jaar geleden zaten we eigenlijk altijd binnen 2-3 weken vol met 16 bands. En nu moet je gewoon veel meer moeite doen om tussen de 10 en 15 bands binnen te krijgen. Maar ik denk gewoon volhouden, neem ik aan, hè? Oké. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit interview en ik wens je heel veel succes vandaag. We hebben al kunnen luisteren naar Tavenu. We gaan daar naar kijken. Dankjewel. Ja, heel goed. Tot ziens. Heel even. Het is hier een jeugdfestival, hier in Schoonhoven. Ja, en ik zie dat u van de brassband bent. Wat doet u in het jeugdorkest? Cornet spelen. U voelt zich waarschijnlijk heel jeugdig. Jazeker. Ja? Mijn leeftijd omgekeerd. Maar leeftijd omgekeerd. En dan mag u in het jeugdorkest spelen. Ja. Heeft u er zin in? Ja, zeker. En wat gaat u spelen? Weet u dat? Waar spelen we? Heel veel. Oh, ze gaan heel veel spelen. Ik wens jullie heel veel succes. Hartstikke leuk. Jong en oud. Hup, naar het podium.